Het ministerie van Volksgezondheid heeft in het kader van het Wereld No Tobacco Day gisteren in samenwerking met de PAHO-WHO de onderzoeksresultaten van de Global Youth Tobacco Survey 2016 en de Global School-Based Health Survey 2016 gepresenteerd. De presentatie vond plaats in Hotel Toradica. De onderzoeksresultaten bevatten informatie van 2 landelijk gehouden studies over tabaksgebruik en 10 risico- en beschermende factoren onder leerlingen van de eerste tot derde klas van het VOJ tussen 13 en 17 jaar. Dit onderzoek is in 2016 gehouden op 25 VOJ-scholen. Deborah Steinberg, beleidsadviseur strategische informatie van Volksgezondheid, zegt dat deze survey belangrijk is om na te gaan hoe het gesteld is met het tabaksgebruik onder jongeren. Maar ook hun gezondheid staat centraal. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in 2016, juni tot augustus 2016. We hebben samen met de PAHO, WHO en de Center of Disease Control van de US hebben we scholen geselecteerd. Dat zijn dus 25 scholen geselecteerd. En daarvan zijn er dus meer dan 2000 studenten hebben een interview gedaan. En eigenlijk was het een survey, dus een interview waarbij ze zelf mochten invullen en vragen mochten beantwoorden. Nou, er zijn verschillende, dus het is heel veel, het is heel erg breed. Zoals ik al zei, de ene gaat veel meer onderzoeken. Ik denk in zijn algemeen komt het erop neer dat we veel meer aandacht moeten gaan besteden aan jongeren. Omdat vandaag is anti-rookdag en inderdaad als we kijken naar het rookgedrag, dat nog steeds in de wereldwijd 7% van de jongeren in die leeftijdsgrassen rookt. En we zien in Suriname dat bij ons het gemiddelde veel hoger ligt. Dus dat meer dan 10% en meer rookt. Dus dat, we zijn boven het wereldwijd gemiddelde. Dus zeker voor ons werk, niet alleen voor het ministerie van Volksgezondheid, maar eigenlijk heel goed uit de discussie is gekomen dat er werk is voor ons als samenleving. Want de verschillende aspecten die daarbij komen kijken als gezin, de rol van de buurten, de rol van de school, zijn daarbij heel goed naar voren gekomen. World No Tobacco Day wordt elk jaar op 31 mei herdacht. Het thema dit jaar is Tobacco Breaks Hearts, Choose Health, Not Tobacco. De concentratie ligt voornamelijk op de impact die tabak heeft op de cardiovasculaire gezondheid van mensen wereldwijd. Yitades Gibre, PAHO-vertegenwoordiger in Suriname, geeft aan dat het gebruik van tabak grote gezondheidsrisico's heeft voor de roker, maar ook voor degene die in de omgeving van een roker is. Het is belangrijk dat mensen hiervan bewust worden gemaakt. We wanted to know people that it is very important that to quit smoking if they are smoking. If young people not to start smoking as much as possible to have access to education and information why tobacco is not good for them. Yitades Gibre, vertegenwoordiger van de PAHO. Hij sprak gisteren in Hotel Toradica bij de presentatie van de onderzoeksresultaten van 2 surveys die door het ministerie van Volksgezondheid zijn uitgevoerd.